Hallo lieve vrienden, welkom hier bij Bucks Music in onze Guitar Chat. En je weet, het is maandag en het is dus Gitaar van de Week. En Gitaar van de Week, voor wie het niet kent, het zal een beetje betwijfelen, maar je weet nooit. Ben jij een nieuwe kijker van Gitaar van de Week? Wel, het is eigenlijk heel eenvoudig. We hebben bij Bucks Music honderden, zelfs duizenden gitaren in ons magazijn liggen. En het is mijn job, mijn aangename job, om elke week een hele mooie gitaar uit te kiezen om aan jullie voor te stellen. En dat kan een gloednieuwe zijn. Meestal is het een niet zo nieuwe gitaar. Hè. Niet alle nieuwe gitaren zijn beter dan gitaren die bijvoorbeeld vorig jaar of 5 jaar geleden zijn uitgebracht. Dus eigenlijk ook een beetje verdoken parels enzovoort. Dus abonneer en like zeker deze video's. En zo kom je echt wel nog eens pareltjes tegen of nieuwe gitaren. Anyway, in de meeste gevallen is zo'n gitaar van de week echt ook een beauty. En deze week is het een real stunning beauty. En je ziet ze hier naast mij. Je hebt natuurlijk ook het nummer al gehoord. Het is een prachtige Guild uit de St. Newark Collection. Het is de X175 Manhattan Special. En lieve vrienden, check nu gewoon heel even hoe mooi muziekinstrumenten kunnen zijn, bewijst deze prachtige Guild. Het is een natuurlijk hollow body guitar. Er staat eigenlijk altijd bij 50s, 60s gevoel. Ja, dat is het waarschijnlijk wel. Alhoewel dat ik persoonlijk vind dat een gitaar niet echt tijdsgebonden is of stijlgebonden. En je zou zeggen dat dit echt zo'n typische jazz, blues gitaar is. Goh, ik bekijk het eigenlijk niet zo. Ik vind dat eigenlijk elke gitaar gewoon, dat je er hier zelfs gewoon ook stevige rock op kan spelen. En geloof me, dat kan je. Het is natuurlijk wel een hollow body. Hè? Dus je moet wel, er zijn wel enkele dingen die je, waar je rekening mee moet houden. Dus de klankkast is natuurlijk een stukje breder en dieper. Het is heel mooi ook. Heel makkelijk. Het is eigenlijk ook niet te dik hoor. Het zit gewoon super goed hier op de schoot. Het is gewoon prachtig. Echt, deze video gaat vol superlatieven zitten, want het is gewoon een pracht van een gitaar. Maar laten we beginnen bij het begin. En dat is natuurlijk een hele mooie hollow body gitaar. Hele mooie vorm. Met een spruce top. En je ziet eigenlijk, alles is afgewerkt. Je hebt verschillende kleuren. En ik ga heel even spieken. Ik heb ze opgeschreven. Dit is Fjord Green. Zo'n beetje cool green. Maar je hebt ook Canyon Dusk, Gold Coast en Malibu Blue. Je kan kleuren ook sexy laten klinken. Maar dit is dus het Fjord Green. Dus de spruce top. Hè, en je ziet eigenlijk, alles is zijdeglans afgewerkt. Vind ik persoonlijk altijd top. Ik ben niet zo voor de sticky gloss. Dus dit zit sowieso een laklaag op. Heel mooi silky. En je ziet hier ook de spruce sparren eigenlijk. Structuur die er een beetje doorkomt, dat maakt het toch. Het is toch eigenlijk een houten muziekinstrument. Dus ik vind dat je dat wel mag zien. Heel mooi. En het is een maple zij- en achterzijde. En daar zie je de structuur iets minder door. Door die kleur. Natuurlijk hier op de hals bijvoorbeeld wel iets meer. En je hebt het al gezien. Een hele, hele mooie binding. Zowel een tweevoudige binding hier. Op de hals. In die F-holes. Je ziet het. Eigenlijk niks dan superlatieven voor deze gitaar. Zelfs hier op de headstock. Alles is eigenlijk top. Voilà. Wat valt er nog op? Deze, natuurlijk deze Guild tremolo. Het is een Bixby-style tremolo. Ja, past natuurlijk top bij deze gitaar. Een heel subtiele tremolo. Dat je... Je valt eigenlijk onmiddellijk in zwijm als je dit bespeelt. Het is echt gewoon super top. Nu, de twee
coils hier. Het zijn single coils. Ze hebben wel een heel speciale naam en dat moet ik echt wel heel even lezen, lieve vrienden. Het zijn Dearmond Dynasonic Single Coils. Nu, voilà, wat er mij opvalt is mensentaal, hoe klinken ze? Dat is gewoon heel warm. Heel warm, zowel zeker in de neck position natuurlijk. Hè. Je hebt hier zo wat die vintage style knoppen van volume en toon. Hè. Elke coil heeft die. Maar je moet gewoon heel even horen naar bijvoorbeeld de G-chords. De hals zelf is een U-shape, dus gewoon heel, heel comfortabel. Mooi afgerond. Een hele mooie toetsradius hier. Mooie block-inlays. Voelt gewoon allemaal zeer goed. De headstock ook heel mooi afgewerkt. Dubbele slagpin hier. Open gear tuners. Dus eigenlijk alles waar een beetje aandacht aan kan gegeven worden, is aandacht aan gegeven. No nonsense, maar gewoon super, 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 super mooi. Dit is echt my kind of guitar. En gaan we daar nu eens een beetje fuzz tegenaan gooien. Alles werkt. Alles werkt. Natuurlijk ga je het live doen en daar fuzzen en overdriven in doorjagen. Ja, dan ga je natuurlijk wel een beetje opletten met die hollow body guitar. Maar in principe, als je een beetje experimenteert, lukt alles wel. Het is natuurlijk een topgitaar om heel, heel subtiel en mooi, maar natuurlijk ook rockabilly of jazz of blues of zelfs inderdaad gewoon gaan. Dat kan ook. En daarom, lieve mensen, is deze Guild X175 Manhattan uit de St. Newark Collection een heel waardige gitaar van de week, want het is gewoon een topgitaar. En wil je meer info? De link staat natuurlijk in de omschrijving. En zoals gezegd, er zijn 4 kleuren. Dit is het Fjord Green en de andere hele mooie namen. En check het zeker, want het is een hele mooie mat gouden en mat zilveren ook. Voor wie voor de iets meer traditionele dingen is. Die zijn echt smoking hot. En voilà, dan hop je naar onze website Pax Shop. En dan kan je ze natuurlijk allemaal heel mooi bekijken. En bestellen. En dan ben jij toch wel een heel gelukkig mens. Als je deze gitaar in huis haalt. Want dan wat kan er eigenlijk nog misgaan. Vanaf je zorgen hebt of iets aan je hoofd, neem je gewoon dit en speel je zorgen weg. Voilà, deze prachtige Guild gaat nu terug zijn doos in en op weg naar het magazijn. En zo kunnen jullie ervan genieten. Voilà, dit was een nieuwe gitaar van de week. Wil je meer info, wil je meer vragen, de opmerkingen zijn er natuurlijk. Heb je zelf ook een idee voor een gitaar van de week? Zet het zeker ook in de comments. Vond je dit een leuke video? Geef het een like. Vind ik altijd super, super cool. En voilà. Volgende week is er alweer een nieuwe gitaar van de week. En wie weet wat het dan is. Ik weet het eigenlijk zelf ook nog niet. Dus ik ga heel even nadenken. En zoals gezegd, geef me enkele tips in de comments. En dan kunnen we zeker iets anders doen. Voilà. Er zijn nog heel wat andere video's die dit YouTube-kanaal passeren. Dus abonneer je zeker. En dan mis je niks. Mijn naam was Tom en hier vanuit de gitaarstudio van Bax Music wens ik jullie een heel fijne muzikale dag. En hopelijk tot heel binnenkort.